Ja, het is gaaf. Ja, het is, mensen houden een beetje een handje vast en blijven kijken. En het verandert ook de hele tijd. Want als de wind verandert, verandert het gedrag. Dus we hebben vanaf de presidenten hier tot aan de ministers, tot aan gewoon mensen die hier gewoon werken, die komen kijken en blijven hangen. Daan Roosgaard is natuurlijk de kunstenaar, maar goede samenwerking met het Nederlands bedrijfsleven, de Nederlandse missie hier, om te laten zien natuurlijk de kunst van het water, water en de kunst, maar ook een hele dag een debat op het Internationale Waterdag, om te spreken over het belang van water, de noodzaak, hoe we dat beter kunnen conserveren, het gebruik van water. En natuurlijk ook landen waar je door klimaatverandering opeens veel te veel water hebt en waar die aanpassingen nodig zijn. Het is echt een locatiespecifiek werk, waarin je technologie, lenzen, LED, licht gebruikt, om eigenlijk te laten zien hoe hoog het water zou komen als we niet investeren in nieuwe ideeën, hè, in watermanagement, in technologie, maar ook als we niet nadenken over die toekomst.